vaak in mijn eentje buiten Amsterdam. Ik moet die scooter ophalen als een uitzondering. Verder doe ik dat eigenlijk nooit. Ik ben Buck van der Kolk. Ik ben 16 jaar oud, zit op het Amsterdamse Lyceum. Ik kom uit Amsterdam. Ik wou al heel lang zo'n scooter die ik heb gehad, die wou ik ook al wel heel erg lang. En verder, ja, het is leuk om ermee naar school te rijden. Nou, ik zag deze op Marktplaats staan. En ik wou dit model, ik wist zeker dat ik dit model wou. En ik zag deze toen op Marktplaats staan. Toen dacht ik, nou, de prijs voor en die. Het was gewoon de scooter die ik wou en ik wist het gelijk, dus toen ging ik die kopen. Ja, Langeboom. Langeboom is een dorpje. Het ligt aan één grote weg. Het is een lintdorp. Een lintdorp met allemaal huizen. Nou, dat is gelijk met Amsterdam. Het is minuscuul. Het zijn een paar huizen. In het volgende dorp zit de supermarkt. Ja, het is... ja, een andere wereld. Eerst was het plan toen we in de auto zaten om de scooter in één keer te rijden van Langeboom naar Amsterdam. Maar het werd al redelijk donker. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. Dus toen heb ik hem eerst naar Zaltbommel gereden en vanuit Zaltbommel naar Amsterdam. Ik dacht dat ik vooral langs snelwegen zou rijden en misschien af en toe door een dorpje heen zou komen. Maar ik kwam echt, ook als je langs een snelweg rijdt, dan... Dat je dan de laagvlak tussen die grasvlaks van Amsterdam of van Nederland helemaal groen. En dan als je langs de rivier rijdt en op een gegeven moment ging de zon onder en dan was alles mooi oranje gekleurd een beetje. Prachtig, dat is denk ik wel het meest bijgebleven. Ja. 70 kilometer ging het benzinelampje aan, omdat de benzine op was. En dus toen had ik wel even van, ik had geen idee hoe lang ik nog zou kunnen rijden. Dus ik heb de laatste 70 kilometer gereden, dat lampje aan. En toen ik hier in Amsterdam aankwam, zette ik hem neer en ging ik tanken. En onderweg naar het tankstation begon hij te haveren. En dus ik heb het precies gehaald op één tank. Nou, ik ben nog een paar keer verdwaald geweest, ergens in een dorpje bij Utrecht in de buurt. Ik weet even niet meer hoe het heet. Daar was ik flink verdwaald. Het was een heel doolhof met eenrichtingsverkeer en dat soort dingen. En ja, ook bij Vinkeveen toen was ik ook verkeerd gereden. Ja, ik had van een vriendin van mijn moeder, mocht ik een iPhone lenen met navigatie erop. Daar heb ik het meeste gekeken van hoe ik moest rijden en verder gewoon door de rode bordjes gevolgd, de fietspaden en zo. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om te doen en ik denk van de zomervakantie ga ik wel waarschijnlijk toeren met vrienden, dan gewoon stukjes rijden in Amsterdam en dan ergens een tentje kampen overnachten en gewoon lekker veel rijden. Tips voor mensen die dat ook gaan doen, wat ik heel erg aanraad is een stevig lunchpakket meenemen. Lekker gewoon, vooral dikke handschoenen, handen worden koud en een sjaal dat was ik vergeten. Je nek wordt heel koud, het gaat gewoon je jas binnen en dan bevries je van binnen door.